de eerste editie van de Dag van de Wereldmuziek. En eigenlijk de bedoeling dat hier heel gemixt programma plaatsvindt, waar met name artiesten en programmeurs, marketeers elkaar ontmoeten. Maar het is ook een dag waarop publiek, en dat met name hier in de avond, kennis kan maken met de geweldige diversiteit van de Nederlandse wereldmuziek. En die heeft zich de afgelopen jaren enorm ontwikkeld. En we proberen dat dit jaar een soort staalkaart van te laten zien. Fijn dat het een verzameling is van in wereldmuziek geïnteresseerde mensen, programmeurs en journalisten en allerlei andere mensen die in deze muziekgenre geïnteresseerd zijn, eventueel om te programmeren. En die komen niet aan toe om alle voorstellingen te gaan zien. Dus het is voor hun heel fijn om één hele dag te hebben waarin alle nieuwe groepen zich kunnen presenteren. Nou, zelf heb ik met allerlei mensen gepraat, maar ik heb niet direct een optreden eruit geregeld of zo. Maar ik vind het heel interessant om met iedereen die ermee te maken heeft te praten. En ons impresariaat was er en die heeft natuurlijk wel contacten gelegd. Die zei dat er goede respons was, dat een hele positieve sfeer was. We zijn erg vroeg begonnen, om 9 uur vanochtend met informatiemarkten, wat echt een ontmoetingsplek is of was voor de boekers, programmeurs met de verschillende impresariaten en artiesten. Zodat die zeg maar echt de business to business konden doen. We hebben hier ook in de foyer een interview en een klein showcase programma. Waar mixed media lounge heet dat. Waar eigenlijk de artiesten net even iets meer worden belicht door middel van een interview, door een kleine showcase. Dus eigenlijk even het gezicht achter de muziek, achter de artiest. En daarnaast hebben we nu heel veel showcases lopen in Raza en het Jazz Podium. En dan vanavond is dat nog voor meer publiek. En hebben nog een geweldig World Blend Café met daarin ook weer een speciale internationale gast. Dus eigenlijk een heel erg divers programma. As far as I'm concerned, world music is music from any part of the world that has its roots in some sort of traditional culture. Holland, I like Suriname bands. For instance, Iselin Kallister, who was talked about tonight. I can't say I'm a big fan of Dutch music itself. We hebben eigenlijk gedacht, nou, de eerste editie zou natuurlijk heel mooi gepaard kunnen gaan met prijzen voor de wereldmuziek. Om echt een waardering te hebben voor die enorme groei en die diversiteit van de Nederlandse wereldmuziek. Maar ook om een mooi uithangbord natuurlijk in zekere zin te creëren voor die wereldmuziek. Om te laten zien van nou, dat waarderen we niet alleen, maar dat willen we ook echt zichtbaar maken. Dus we hebben 3 prijzen. Eén is een soort oeuvreprijs voor echt iemand die heel lang al actief is geweest. Dat is Joep Boor. Ik voel me zeer vereerd uiteraard, want het is door een vakjury, allemaal collega's, mannen en vrouwen, is dat hier besloten. Ik was daar werkelijk, toen ik daarover gebeld werd, redelijk verrast, totaal verrast door. Ik wist helemaal niet dat ze ermee bezig waren. Dus ik vind het fantastisch natuurlijk. Nou ja, ik heb natuurlijk wel het een en ander gedaan voor de wereldmuziek in de laatste 25 jaar in Nederland. Onder meer, wat natuurlijk ook vermeld werd, is het opzetten van de eerste Wereldmuziek Academy, of afdeling heette het vroeger, op het Rotterdams Conservatorium. Allemaal topmuzikanten binnengehaald, honderden studenten die daar afgestudeerd zijn, die actief zijn in het veld. Ik heb geloof ik ook het eerste World Music Festival, dat was in 1995, in Rotterdam georganiseerd. Nou ja, ik heb mijn cv niet meegenomen, dus we stoppen hiermee. Kijk, wat natuurlijk belangrijk is, dat de wereldmuziek nu echt serieus genomen wordt. Jazz, pop, rock enzovoorts, die hebben natuurlijk wel de aandacht in Nederland. En ik vind het dus ook fantastisch dat het MCN nu hier aandacht aan gaat besteden. Het werd ook tijd. Dan gaan we ook een prijs uitreiken vanavond voor de beste eigenlijk act die al jaren actief is geweest en nog steeds toonaangevend is in de wereld, Nederlandse wereldmuziek. Er zijn voor genomineerd 3 groepen, Kashba, Fernando Lamarinas en Boy Aki. Dames en heren, al 50 jaar, een halve eeuw, zit hij in het vak. En
hij mag terecht als een grote verrijking van de Nederlandse muziekscene genoemd worden. Ik heb het over Fernando Lamariñas. Saudade, minha saudade. Ja, het is wel speciaal omdat ja, het geeft aan dat de mensen eindelijk de wildmuziek in Nederland begint te waarderen op een andere manier. De novo revive partida. Ik ben al zo lang bezig met dat, maar vroeger was dat niet als wild muziek, zeg maar. En nu, ik zie het dat eigenlijk komt zo ver dat de mensen misschien waarderen mijn inzet voor de wilde muziek al zo lang, zeg maar. Voor mijn eigen identiteit als Portugees in Nederland, in het Portugees te blijven zingen, in mijn eigen stijl te ontwikkelen. En ja, ik denk dat mensen misschien waarderen dat. Ik hoop het, omdat ik weet het ook niet. Dat kan je ook zien in de Nederlandse wereldmuziek, dat er enorm veel laatste tijd aan het groeien is. Dat iedereen vanuit zijn eigen expertise, culturele achtergrond, interesse, opleiding, steeds maar weer met die wereldmuziek opnieuw aan het vernieuwen is. Dus dat blijft natuurlijk de kernboodschap. Daar blijft het ook ontstaan. Alleen we moeten dat wel, ook als Muziekcentrum Nederland, promoten, stimuleren en professionaliseren, zodat het ook een gezonde toekomst blijft hebben.